Hier is het. Ik geloof dat ik de vlag zag. Is het hem? Kom maar allemaal voor. Doe het wel tijd. Skip. En dan staat ik dan een kansje dan. Dat ik een bal heb. Easy go. Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Timo, welkom bij een gloednieuwe video. Weer een hele speciale video, Wiegelik Nuwads. Vandaag maar op least 4 accounts, helaas wel geen top 100 Nuwads, maar wel hele sick accounts. Ik hoop dat je een leuke video gaat vinden, wij heel veel warriors gaan pakken en jij alvast een blauwpje omhoog doet voordat we met deze video gaan beginnen. 1000 blauwpjes omhoog zou heel erg chill zijn. Ben je nog niet geabonneerd op Twinity, doe dat de volgende keer eventjes. En natuurlijk als je op Twin naar FIFA Coins gaat, naar FIFAcoins.nl en gebruik je code Twin voor een extra 5% korting bonus aan meest betrouwbare aankoop. Let's go! Oké, we hebben 4 accounts. We beginnen met de account van Lawrence, oftewel Lautje, L-A-U-T-J, ik weet niet hoe je het anders zou uitspreken. Zijn linkjes staan in de beschrijving, check zijn kanaal in het leven, hij heeft bijna 100 abonnees. Je zal hem misschien wel kennen van Instagram, want hij heeft ook een groot Instagram kanaal. Hij is goud ingeëindigd en dat betekent 200k pakketten en 50k voor zichzelf. Wacht maar afgerust af, want er komen nog zekere packs, er komen nog inform packs. Maar natuurlijk zijn 200k pakketten ook al super ziek. Let's go, hopelijk krijgen we wat retro kaartjes. Oké, ik ga gewoon meteen beginnen. Eerste pack, ik heb redelijk wat pack geluk de laatste tijd. Misschien in totaal meer mensen me hebben gevraagd. Maar hier gaan we, 3, 2, 1, boom. Voor één keer, koninklijke walkout. Zie je wel, koninklijke walkout. Geen stress jongens. Maar niet uit, een walkout. En wie is het? Ik geloof dat ik de vlag zag. Is het hem? Oh nee, ik dacht dat ik Suarez had jongens. Het is wel de eerste pack, de eerste walkout. Ik dacht legit dat ik Suarez had. Lawrence zal hier prima blij mee zijn, want hij verkoopt voor wat. Hij is 88 rated, iedere hooggeroteerde speler verkoopt. Superstitch was gisteren nog in vorm, nu niet meer helaas. Maar dit is een goede pack jongens, Ik zei het nog, ik heb redelijk wat pack geluk de laatste tijd. Eerste pack is een walkout, voor de rest niet heel veel. Ja, dit is goed, dit is heel goed. Dit belooft heel veel. Tweede pack, jongens. Dit wordt een classic noise pack. Back-to-back walkout is me nog nooit gelukt. En lukt nog niet. Een special card. Een super grote fly. Is het Aubameyang? Is het Hummels? 87 rated jongens. 9 packs zijn dit voor mij heel erg goed. Er zijn heel veel andere spelers die zijn 87 en die hebben wel een walkout. Wij hebben Hummels. En we zijn daar best wel blij mee. Voor de rest zijn we nog Mandanda weer 84. Hier zal Lawrence heel erg blij mee zijn. Dit is heel chill voor Lawrence. We gaan meteen door naar het volgende account. We hebben ook 1 walkout en een 87 rated speler. En er zijn nog veel meer betere accounts te komen. Besef dat ook wel even. Oké, jongens, we zijn terug op het tweede account. Dit keer het account van Tom. Hij heeft geen YouTube account, maar hij is een moderator van me. Vandaar dat ik hem redelijk goed ken. Hij heeft vooral goud 3 gehaald. Niet het allerbeste natuurlijk, maar toch chillen packs aan het openen. Een 50k pakket en 2 mega pakketten waar ik normaal wel redelijk wat luck uit heb. Ik heb er niet vaak walkouts uit, maar wel heel vaak grote flares. En dat gaan we uit deze video ook krijgen, Tom. Want tot nu toe is mijn pack We hebben meer walkouts. Ik denk Spanje. Het was Spanje. 2 walkouts al, jongens. En het is Argentinië. Het is Petr Cech. Oké, Petr Cech. Niet slecht. Ik ga het meteen vertellen. En what the fuck, man. Ik heb zoveel pack tot nu toe. Holy shit. Dit is tot nu toe mijn beste pack opening ooit. En het kan ook niet overtroffen worden, denk ik. Dit is echt niet normaal. Hopelijk kan ik deze pack vasthouden tot we de inform packs gaan openen. Dan ben ik ongelooflijk blij. We beseften ook hier nog een mega pakket op hebben. En een 50k pakket. Vorige keer had ik een eerste pack ook een walkout. Een tweede pack 87 rated. Daar ben ik hier ook wel tevreden mee. Mega pakket, geen walkout, geen grote flare. Maar niet uit. Wie ziet dan wel? 2 walkouts, jongens. En Hummels. 3 keer achter elkaar. 87 plus rated speler. 2 keer 100k pakket. 2 keer 35k pakket. En dan gaan we nu door naar het allerlaatste pakket. Je hebt niet heel goed gekeken wat erin zat. Maar ik kon gewoon meteen doorgaan. Naar het 50k pakket. En ja, wat ga ik doen? Dat is geen noise pack. Ik ga gewoon niet kijken. Klik en ik ga wachten. Ik ga gewoon wachten, jongens. Ik kan niks zien, dus ik heb gewoon mijn armen voor. Doe het wel tijd. Skip. En dan staat er dan een kansje dan dat ik een walkout heb. En ik kan een afgevallen. Ik weet niet of ik nou een walkout krijg of niet, natuurlijk. Ik ga kijken. Ik zie Griezmann. Ik ben helemaal klaar. Ik ben helemaal klaar. Helemaal klaar met het spel. Ik kan hier niemand tegen. Ik ga weg. Oh my fucking god.
Nee, ik geloof het niet. Ik geloof het echt niet. Oké, jongens, ik ben maar terug. Ik weet niet wat de fuck er aan de hand is. Ik ben echt legit. Dit is niet nep. Voor als je denkt, mijn packluck is opeens gewoon zo hoog gestegen. Ik ben nu op een elite account. Kan ik mijn packluck hier doorzetten, dan zou dat niet normaal zijn. Ik ben nu op de account van Julian. Subscribe voor de BAM. Ook zijn link is in de beschrijving. Vorige keer top 100. Dit keer geloof ik niet alles gespeeld. En serieus. De elite 3 geëindigd, jongens. Ik weet niet wat de fuck er aan de hand is. Ik weet niet hoe mijn packluck weer zo ongelooflijk goed is. Ik heb nu 3 informs en een 100k pakket. Ik ga gewoon direct openen. Net die no-look pack. Die werkte ongelooflijk goed. Zou ik dan hier ook een no-look pack van maken? Zou ik weer een no-look pack doen? Nee, ik denk dat ik dat 1 keer moet doen, anders werkt hij niet meer. We gaan een 100k pakket openen. Als ik weer een Malga krijg, dan zal dit al de... We hebben Griezmann gekregen. We hebben Czech. En we hebben nog een Malga gekregen. Die was er ook alweer. Dat was Godin. Dan zou dit de 4e Malga worden van de pack opening. Hopelijk krijgen we 4 Walgouts. Hopelijk gaat dit de 4e worden. Let's go. We gaan het gewoon meteen doen. Het zou... Ah, jammer. Geen Walgout. Grote flare, please. Kleine flares. Oh, dat vind ik echt heel leuk voor Julian. Want hij kijkt deze video vast en denkt van... Oh mijn god, hij heeft zo'n pack leuk. Waarom heb ik dat niet? We hebben wel de neppe Godin. Ja! Yes! Yes! Dit kan niet meer beter. Oh, sorry. Ik ga het gewoon in de video houden. Ik moet dit persie opnemen tijdens dat Roda speelt. Want de mensen die natuurlijk van weer die account zijn... willen hun account graag terug. En hoor ik net dat Roda 2-1 heeft gescoord. Ik ben fucking al Roda fan. Jongens, dit moet heel veel geluk geven voor het pakketje. Robert Lewandowski. Natuurlijk, Roda, Duitsers, je kent ze. Lewandowski in deze pack. Geen Walgout. Shit, geef hem wel een goede speler alsjeblieft. Geef hem wel alsjeblieft een goede speler. Het is een spits, het is Mario Gomez en dat is heel shit. Julian, sorry man. Ik vind het heel lullig voor je. Ik vind het legit heel lullig, maar misschien zit er nog een redelijke speler achter. Niet die in het... Oké, Sinclair is redelijk hostiel. 3x84, ik ga hem in je club zetten. En ik ga naar mijn eigen account. En hopelijk is mijn eigen account nog wel goed. En wat voor een pack opening is dit tot nu toe, jongens. We hebben al 3 Walgouts gekregen. Roda staat voor. Wauw, wauw, wauw. Het is niet te geloven. Ik ben helemaal van mijn apropos af, zo noem je dat in een nette taal. En deze video is... insane. Ik heb mijn beste pack ooit gehad net met Griezmann en Inform en Miranda. Maar dit moet mijn account worden. Dit moet het beste account worden, jongens. Ik ga hopen dat ik het goed krijg. En dat zou super chill zijn. Kom op. Roda staat voor. Alles gaat goed. Staat Roda echt voor vuil geprengd. Roda 89, zo nu staan ze voor. Dit is ongelooflijk goed allemaal. Het is te mooi om waar te zijn. En als het nog mooier kan worden, dan zou het op het pro Roda account, op het enige echte Trinity account, zou het dan toch eigenlijk nog beter moeten worden, jongens. Kom op. De prijs gaan we claimen. Elite rewards. Lekker wat coins die we morgen kunnen gaan uitgeven in de stream. Of vanavond in de stream trouwens. Aan Inform Packs. Een 100k pakket en een premium Team of the Week pakket. Nou heb ik er nu niet heel veel pack luck. Maar nou hoop ik dat ik in die 100k pakket redelijk wat heb. Ik ga niet veel eromheen lullen. Ik ga gewoon zeggen dat ik een no-look packje ga doen. 3, 2, 1 en... let's go. Ik ga gewoon niet kijken. Voorkeur lukt het. 1, 2, 3. Ik wacht nog heel eventjes. Ik vraag me wel één ding af. Was die pack met Diego Alves en Griezmann een walkout? Of ja, kon je zien dat het een walkout was? Of zie je ook geen vorm? Ik ga naar achter scrollen. En als het goed is, ga ik dan eigenlijk langzaam terug naar voren scrollen. En ik kan het nu al mee halen, toch? Oké, Kovacic is heel shit. Gabriel Jesus verkoopt wel waarschijnlijk. Oké, daar hebben we nog... totaal zijn het 24 spelers. Dus je moet een beetje let tellen hoeveel spelers er nog zijn. En de pack laat niet. Oké, wel. Oké, hier gaan we, jongens. Heb ik een goede speler, alsjeblieft. Geef me de pack look die ik de hele tijd al heb. Geef me de pack look die ik de hele tijd al heb. Sterling, gaat het beter worden? Gabi, John Terry. Oh mijn god. Kijk, en dit is heel vreemd wat nu zeg. Maar eigenlijk zijn dus gewoon de goud 3 en goud 1 rewards beter dan de elite 3 rewards. We hebben nog 1 pack te gaan. En dit is mijn eigen account. Ik hoop natuurlijk voor mezelf dat ik het beste pack niet dat ik de anderen niet had gegund. Maar ik hoop legit op wat goeds. Jongens, 3 informs. Ik hoop 86 plus. Daar ben ik ongelooflijk blij. Ik wil heel veel coins hebben. Morgen uit te geven in de stream. We gaan beginnen binnen 3, 2, 1. Let's go. Ik verwacht geen Walgout. Maar ik hoop allemaal een speler. Geen Walgout. Diego, Ziyech. Iedereen heel aardig. Ben ik blij mee. Doe man. Diego, lekker. Diego Alves. Daar ben ik heel blij mee. Niet super blij, maar ik heb hem al gepakt deze livestream. Deze video. De tweede keer dat ik een pack. Let's go. 3, 2, 1. Ziyech erachter zou lekker zijn. Dat is ook wel waar. En boom. De Marcos. Chill. De Marcos is goed, jongen. Dus we hebben Diego Alves, de Marcos en dan die hele shit in vorm. Dit bij elkaar is waarschijnlijk ook wel 100k waard. En dat is heel fijn, jongens. Mijn pack look in deze video was weet ik veel wat
What the fuck. Kijk, en eigenlijk zie je maar wel vandaag dat de gouden rewards beter zijn dan de elite rewards. Wat heel vreemd is. Je krijgt eigenlijk minder rewards. Maar ik denk dat als je alles verkoopt van die gouden accounts, dat je meer coins hebt dan dat ik die had op de elite accounts. Natuurlijk, ja, krijg je hier een fonds op. En natuurlijk heb ik op dit account ook al redelijk wat gepakt. Het was waarschijnlijk een hele rommelige video, omdat ik echt helemaal gek word. 2-1 voor Roda, heel veel goede dingen gepakt. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde, jongens. Ik weet letterlijk niet wat deze video is. Het is misschien wel de beste pack opening. In ieder geval van de League wat ik tot nu toe ooit heb gedaan. Hopelijk vond jij het ook een hele leuke video. Heb je al een blauw heb je omhoog gedaan. Zie ik jou vanavond bij de livestream. En ja, what the fuck, jongens. Wie had ik nog eigenlijk beter kunnen pakken van het Team of the Week buiten Lewandowski en Hamsik? De Coutinho nog. Hamsik, Coutinho, Lewandowski. En Keita en Isco, ja, dat was het ook al, hè, Philippe Luis. Dus ik had toch wel een paar redelijke gepakt met de Marcos en met die 86 Diego Alves. Dus ik ben redelijk blij wat ik hier heb gekregen, jongens. Het waren prima packs, ik ben heel erg blij. Helaas was het niet voor Julian, maar de rest van de accounts wel. Abonneer vooral nog even op de linkjes in de beschrijving. En dan wil ik je allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En een blauw duimpje omhoog als je dat gedaan hebt. En dan zie ik je allemaal de volgende keer weer. Later, boys! Easy go.